our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. En die breekbaar. Oh, oké. Okay. En ik hoop dat je het leuk vindt. Ik ben benieuwd. Ik kerstverkeer, heb ik ook niet te doen. Ik kon niet gauw wat anders pakken. Oh, nou is het goed. Mooi biertje. Brood, koekjes, kuppensoep, make-up doekjes, eten voor Scandalopie, drinken voor mij, kitty voor mij, witte voor mij, eten voor Scandalop en nachtvoer voor Scandalop. Zo lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Coriena en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zaterdag de 20e van de 1e 2024. En ja, Marjo die is vandaag jarig en ze had me vanmorgen uitgenodigd. Dan belde ze net op, je mag ook vanmiddag komen, want die komt niet, die komt niet. Ja, hallo! Ik had me helemaal nou omgezet naar morgen. Ik moet ook nog boodschappen doen. En er moet ook eten komen voor mijn diertjes. Dus ja, wat gaat er eigenlijk voor? Dan is het wel mijn boodschapjes. Wel, ik ga cadeautje al klaar. Ja, het moet dan geen kant ingepakt worden, maar het staat al klaar. Ja, het zijn 2 cadeautjes in 1. Dus ja, wel grappig. Maar in ieder geval, ja. Ik ga zo eerst even lopen. Het is 2:30 geweest. Ik ben zomaar eerder dan normaal. Ja. Ik heb ja, wel overal pijn, maar heel vreemd allemaal. Het komt ook mede door het weer. Ik heb vannacht weer amper een oog dicht gedaan, omdat ik met mijn hoofd ergens anders was dan bij het slapen. Maar ja, dat had wel zijn prioriteiten bij mij. Ja, niet het slapen, maar waar ik bij was met mijn hoofd. Dus ja, dan zit je daar toch een beetje over in. En ook omdat niet overal legt er sneeuw. Hier ligt geen sneeuw, maar elders weer wel. En hier is het niet glad, maar elders weer wel. En degene die op pad moest, ja, daar kan het glad zijn. Je weet het niet, weet je. Dus ja, ik was er eventjes niet bij. Maar in ieder geval, mijn meisjes die... leggen lief op de bank te wachten op het vrouwtje. Hè? En dan gaan we zo'n loopje doen, hè? Ja. Dus we gaan eventjes de hort op. En ja, ik wil boodschappen doen. En of ik inderdaad dan nog naar Marjo toe ga, ik weet het niet. Ik had mijn hoofd helemaal bij andere dingen. Van boodschappen doen, terugkomen, boodschappen opruimen en dan hier aan de gang. Ja? Dus ja. We zien wel hoe het ruilt en zeilt. En anders dan kachel ik er wel even nog naartoe. En dan, ja, dan is de kwestie van, hoe heet het, dat ik morgen hier weer aan de gang ga. Anders red ik het ook allemaal niet op. Maar ja, mijn linkerarm die werkt eventjes niet mee ook. Dus ja, last van mijn pols en trekt me helemaal door. Ik weet het niet. Nee, geen rode streep hoor, geen rode streep. Echt niet. Maar in ieder geval, dat doet gewoon, die polder heb ik al een paar dagen last van. Ik denk, dat kan toch niet dat ik een muispolder heb, want ik werk met die. Ja, maar mijn telefoon heb ik er wel in vast. Misschien dat ik hem verkeerd vasthoud, ik weet het niet. Maar dan moet je toch anderen ook horen klagen, weet je. Maar ik weet het niet hoor. Maar ja, even zien hoeveel graden het is. Hij geeft 4 aan, daar ook, daar weer 5. Hij geeft 4 aan en het voelt aan als -1. En het waait, ja. Yeah. Dus ja, dat dus. Ja, ik hoop dat jullie het zien kunnen. Maar in ieder geval, ja, dat is het hier in Den Helder. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon van je ding. Het is hier weer grijs en grauw en triest. Er is hier weer niks aan. 2 dagen mooi weer en het is weer grijs. Het zit weer dicht. Ja, dat doen ze in Harep, hè. En dan kan je ook niet zien wat ze boven de wolken doen. Weer vergif erin spuiten. Ja, je weet het niet. Dus ze zoeken iedere keer weer iets anders op om de mensen nou ja, te minimaliseren. Hè? En dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon van je dag en doe het met lach. Gaan er wij ook aan deze kant proberen. Dus ik zou zeggen, tot later. Nou, daar zit ons jaargietje. Daar zit ons jaargietje. Eventjes beter zo, ja. Langzaam maar je leven, langzaam maar je leven, langzaam maar je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, hoera! Nou, arm omhoog. Oh. Ja, jij bent jarig, niet? Nou, meisje, lief, ik heb wat voor je. Ik moet even mijn tas er ook even uithalen of aan de kant doen. Het is zwaar en het is breekbaar. Oh, oké. Okay. En ik hoop dat je het leuk vindt. Ik ben benieuwd. Zit ik op die kerstpapier, heb ik ook niks te doen. Ik kon niet gauw wat anders pakken. Oh, nou is het goed. Mooi papiertje. Ik hou van de kerstsfeer, hoor. Mijn boom staat nog. Helemaal nog versierd. Ik heb hem... Nee, ik heb alle de grote ballen heb ik wel. Helemaal verspreid op de boom. En dan heb ik van die kunstbloemen erin gedaan, die zo hangend naar beneden. Oh ja, dat kan. Nou, ik heb gewacht in huis. Oh, wat leuk. Dus nou ja, wat kan je doen? Nou, neem hem wel. Nou, met die boom staan. Hallo. Met een zootje geld erbij. Met een zootje geld erbij, doe maar. En het is een kaars. Hè? Moet je ruiken? Nee, moet je die pot open doen? Ja, lekker, lekker. Ja. Een geurkaars. Ja, plus €10. En als de kaars op is, is het gelijk een voorraadpot. Met schoonmaken eerst. Ja. 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 Dus 3 dingen in 1. Hè? Nou, super. Dankjewel. Graag gedaan, schat. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat je er blij mee mag zijn. Ja. Ja. Hartstikke lief. Zo, ga je erdoor? Ja. Mooi. Zo, en dan kan die weer uit. Nou ja, dat was de jarige Jetje. Die loopt alweer weg, die kant op. Ja. Ze heeft trouwens een hele mooie bank en die past niet in mijn huis, nee. Mijn huis is te klein, ja. Past dat bij mij? Wel bij jou. Maar in ieder geval, wij gaan hier een klein feestje vieren. Ik heb ook al een bakje koffie en een gebakkie. Dus ja, komt helemaal goed. Dankjewel, lieve schat. Ja, ja. En we gaan genieten. Super, ja. Oké, doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. En we houden het kort. Ik heb boodschappen gedaan. Brood, koekjes, kuppensoep, make-up doekjes. Eten voor Scandality, drinken voor mij, koekje voor mij, ditte voor mij, eten voor Scandalers en nachtvoer voor Scandalers. En eten voor de diertjes bij mij, tenminste voor de meisjes. Het eten bij de bureau staan plus een zak kattengrit. Ja. Want het is roodje koud, ik heb pijn aan mijn handen, dat willen jullie niet weten. Echt. En ik heb mijn dikke handschoenen aan, hè. Die hele dikke. Het was weer gezellig bij Marjo. Ja, ik had rekening te houden met de rest van de visite. Hè. Die willen er niet op. Dus ja, en Marjo wel. Dus dat hebben we gewoon eventjes gedaan. En voor de rest kon ik dus niet filmen, want het werd drukker en drukker en drukker. En ik ga dit zo meteen opruimen. En ik heb zin in een cuppa soep, dus lekker, lekker, lekker. En even een broodje eten en dan ga ik aan de gang voor de computer om een vlog in elkaar te zetten voor morgen weer. Dus ja, en misschien dat ik er nog eentje kan doen, maar dat betwijfel ik, want het is alweer 6:30. Ja, oh, mijn wijsvinger doet gewoon zeer. Ja, er zit ook een litteken in hoor, in die, maar die zie je niet. Ja, ik wel, omdat ik weet waar die zit, maar een ander ziet het niet. Nee, ik kan het ook niet laten zien, maar in ieder geval. Hij doet knap pijn, met andere woorden, er komt waarschijnlijk slecht weer aan. Ja, maar in ieder geval, ik heb alles binnen wat ik binnen moest hebben. Zelfs brood was er nog. Ja, echt. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik was bang van ook morgen weer achter brood aan jagen, maar nee. Omdat ik net boodschappen pas heb gedaan. Omdat ik eerst naar Marjo ben geweest. Nou, maar ik heb alles nou wel gedaan wat ik eigenlijk over 2 dagen zou doen. Heb ik nou toch in 1 dag gedaan. Ja, dus ik heb me morgen focussen op het vlog. En weer kerstspullen. Maar dat ik naar huis reed, dan zie je dus lichten branden. En dan zie je dat je niet de enige bent die nog kerstverlichting hebt hangen. Kerstspullen, in het algemeen. Ik zag zelfs nog ergens een kerstboom helemaal opgetuigd en wel staan. Die heb ik toch wel weg, ja. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van je avond. Ben je ook net zo laat als ik met eten. Smakelijk eten, bon appétit. En ja, geniet van alles en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden. We zijn er weer eventjes om jullie te vertellen dat wij hier met z'n drieën gaan lopen. En komen wij weer terug, dan gaan wij heel vlug naar boven toe lopen. Ja, tenminste, laten we het hopen als er niks tussendoor komt. Ja, en dat zal hier altijd beleven. Nou, wat is er nou? Ja, wat moet jij dan? Wat moet je dan? Wat moet je dan? Wat wil je dan? Zien jullie ze? Allebei zitten. Wat doe jij nou? Doe jij mee aan de kant? Duurde jij mee aan de kant? Hé? Hey? Duurde jij mee aan de kant? Jij? Jij niet, hè? Nee, jij ga je op die kant op. Hoe moet je daar nou? Moeven. Ja, moeven. Dus ja, dan dus. Hé, dametjes van het goede leven. En Kandel die zit in de hal te mekkeren, althans te miauwen. Maar die komt er nou niet in. Nee, want wij gaan dus even de kou in. Want het koud is het. Wat zei ik net? En ze zeggen sneeuw. Maar ik zie jullie sneeuw niet hier ook. Hoe dan? Sneeuwbui. Ik weet niet, maar het is 1 graden en het voelt aan als -4. Dus het is roetje koud. Ja. Ik weet niet hoe hard de wind is. Ik weet niet of ik de hele blok kan lopen. Maar dat merken we wel weer. Als ze maar even uit geweest zijn, vind ik het wel weer best. Ja, waarschuwing voor zwaar weer. Mogelijk hinder door wind van zaterdag 11:03. Plus 1 uur tot maandag 9 uur plus 1 uur. Wat is daar allemaal mee bedoelen, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Maar ik heb nog een hele andere app vanwege het noodweer, laat maar zeggen. En kijk, dan hebben we dit. Dat kaartje, maar er staat helemaal niks bij dat er iets aan de hand schijnt te zijn. Maar druk ik op Den Helder, althans op dat zwarte stipje die jullie misschien ook daar bovenin zien staan. Nou ja, dat is Den Helder, oftewel Noord-Holland. Gladheid matig 50% waarschijnlijk vandaag van 7 tot 11 uur. Kans op gladheid door bevriezing of lichte winterse neerslag. Ik niet weten, maar ik zie geen winterse neerslag, denk ik, dat het koud is. Meer ook niet. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval. Wij gaan dus even lopen. Ik doe de wandelapp alvast aan. En of het nou geen kilometer is of wel een kilometer, dat maakt me niks uit. Als ze maar even uit zijn geweest. Ja toch? Dus lieve vrienden, ik wens jullie allemaal welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Voor degenen die naar de kerk toe gaan. Een hele fijne kerkdienst. En God zegen. En jullie weten het ook, God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!